Nou, een van de belangrijkste risico's, misschien wel het belangrijkste risico, is dat als Griekenland de eurozone verlaat, dat dan de financiële markten heel onrustig gaan reageren, omdat dan duidelijk wordt dat de euro ook onomkeerbaar is. En dat zou ertoe kunnen leiden dat met name Spanje en Italië, Portugal heeft wel onder enorme druk gekomen te staan, dat daar de rentes omhoog gaan lopen. Dus het is van zeer groot belang dat je dat proces goed managt. En ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat een van de elementen daarvan is... dat je die grexit niet nu in gang zet, maar dat je daarmee wacht tot een goed moment. En dat zou wat mij betreft zijn een moment waarbij eh, Spanje, Italië... ...al zeggen, zich aan het herstellen gaan. En ook het vertrouwen dat het herstel van Spanje en Italië uh, op termijn doorzet... ...dat dat uh, zich aan het herstellen is. Dan verwacht ik dat de financiële markten, die, die, die draaien dan toch wat. En als je dan op zo'n moment onverwacht Griekenland de euro laat verlaten... ...dan zal het verstorende effect uh, toch veel minder groot uh, kunnen zijn. Ik denk dat de belangrijkste bevinding is, is dat we toch serieus ook moeten nadenken over andere opties dan alleen die van het huidige beleid. Dat is de huidige eurozone handhaven en proberen door allerlei maatregelen de integratie daarvan te versterken. En wat is de conclusie? Nou, mijn uh, conclusie is dat uh, ook andere opties uh, heel serieus overwogen moeten worden. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, eventuele uittreding van Griekenland. Uh, daar uh, zijn toch uh, ook uh, substantiële voordelen als je dat vergelijkt met het huidige beleid. Uh, tegelijkertijd uh, moet je daarin wel voortdurend uh, de grote risico's uh, in overweging nemen, die gelden zowel uh, voor de optie om Griekenland uit te laten treden, als ook voor het huidige beleid. Dus het is een, een trade-off met uh, heel verschillende risico's. Het huidige beleid uh, wil graag dat Griekenland binnen de EU blijft. Is dat zo'n verstandige keuze? Nou. Uh, het risico wat je daarin loopt is dat uh, je Griekenland daar op korte termijn toch onvoldoende perspectief mee geeft om zich te herstellen. En als gevolg daarvan uh, zou een situatie kunnen optreden dat je voortdurend uh, verder leningen moet bieden. Uh, voortdurend uh, uh, dus eigenlijk een, een verder risico neemt. En uh, dat je uiteindelijk die weg kostbaarder blijkt dan dat je nu uh, uh, overweegt om op termijn... op Misschien over een periode van twee jaar Griekenland uit te laten treden, schulden voor een groot deel af te schrijven. Maar dan in de hoop dat Griekenland zich dan ook echt kan herstellen, zodat de resterende schulden ook daadwerkelijk wel terugbetaald kunnen worden. Binnen de EU zijn er nu geen exit opties? Dus die weg lijkt eigenlijk afgesloten. Ja, dus uh, dat is, vind ik, een, een meer fundamentele notie die je uit dit rapport kan halen. Dat is namelijk het punt dat wij uh, binnen Europa toch ook serieus moeten nadenken over exit-condities, om die te formuleren. Uh, omdat je daarmee uiteindelijk de duurzaamheid van de munt-Unie op lange termijn verzekert. Als eenmaal duidelijk is dat er ook een mogelijk, een mogelijk, onder bepaalde condities het noodzakelijk wordt dat een land uittreedt, dan zal dat een disciplinerend effect hebben. En uh, Griekenland is natuurlijk eigenlijk wel uh, het land binnen de Europese Unie wat uh, ja, daar het eerste eigenlijk voor een aanmerking komt. Dat brengt dus op een fundamentele vraag. Moeten we de euro weer willen handhaven? Ja, ik denk dus, als je eenmaal uh, voor kiest dat je ook uh, exit-condities formuleert, dan maak je tegelijkertijd de keuze dat je niet onder alle condities de huidige eurozone in de huidige vorm wil handhaven. Dus dat je niet kosten wat het kost uh, de eurozone in stand wil houden. Dus, en dat betekent voor mij dat je uh, het project van de eurozone en de Europese Unie niet één op één uh, nou, uh, gelijk moet uh, zetten. Natuurlijk, uh, ze zijn heel sterk met elkaar verweven, maar ik denk dat je de euro toch vooral als een economisch project moet beschouwen en, en dus op grond van economische belangen moet beoordelen uh, wat verstandig beleid is.